De decembermaand is aangebroken en bij de ANWB mogen we dan altijd graag terugblikken op het autojaar dat achter ons ligt. Een jaar waarin weer een hoop nieuwe Chinese personenwagens het levenslicht zagen. Of het nou nieuwe modellen waren van MG of compleet nieuwe merken zoals NIO en Build Your Dreams. En mocht je nou denken, hè? Die rijimpressies kan ik me niet allemaal herinneren. Abonneer je dan op ons kanaal, dan hoef je komend jaar geen rijtest meer te missen. En wees gerust, het lekkerste hebben we voor het laatst bewaard. Dat is deze Hongqi EHS9, een volledig elektrische luxe SUV. Ik geef toe, het is geen al te beste naam, maar moet je eens even kijken wat een machine. Ik heb hem maar even aan de laadpaal gezet, want Gert heeft me gevraagd om hem te ontmoeten in de haven van IJmuiden. Ja, dat kon niet missen natuurlijk. We hebben ook nog geen video gemaakt van de nieuwste Range Rover. Ja, dat is schande natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet. Maar dit is wel een heel milieuvriendelijke Range Rover, beste vriend. Dit is namelijk een PHEV, dus hij kan 100 kilometer op stroom rijden voordat die 6 cilinder zich ermee gaat bemoeien. Over bemoeien gesproken, wat heb je daar onder je arm? Ja, dit lag bij mij onder de boom. Ik ben sinds kort van adel. Ja, dan via Alibaba zeker, want er staan twee joekels van spelfout in die titel. Alibaba, dat is gebrek aan kennis, vriend. Dat is helemaal spelfout. Kijk, je hebt een lord in Schotland. En je hebt een laird. En een laird is een lord die ook nog grond bezit. Daar dacht ik dus, als wij nou naar mijn nieuwe landgoed gaan. En terwijl we dat doen, kijken we even terug op het afgelopen jaar. Hoor hem met zijn landgoed. Kort geleden vond hij 2500 euro nog een hoop geld. Ik kan niet zien of er iets achter me zit. Nou, volgens mij nu wel. Het hemeltje hangt los, zoals in elke Rover en elke Engelse auto trouwens. Hartelijk welkom bij een nieuwe videoserie van de ANWB. Namelijk eentje waarbij Gert en ik gaan kijken wat je allemaal aan occasions kunt kopen voor een bepaald budget. Blijft natuurlijk wel een Italiaan, hè? Wat is het nou weer voor stom opmerkingen? Blijft wel een Italiaan? Dat is een flauwekul. Nou ja, die merken hebben toch een zekere reputatie. Ja, nou, laat nou maar eerst maar eens een proefritje maken. Dan zal ik jullie laten zien hoe goed deze auto is. Het is wel een Italiaan. Je hebt echt een Nederlander. Dat is het. Je kan zoveel ruitensproeiervloeistof gebruiken als je zou willen. Echt waar? Ja. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat het dak dicht is, idioot. Rij je met het ding, wat geweldig dit. Het zit erin. Het zit erin, man. Heerlijk. Ja. En dan nog één ding dat jullie allemaal willen weten. En dat is, ja, maar hoe ver kom je nou op een lading stroom met deze auto? Ja, schrik niet. In de praktijk, 100 kilometer. Even naar beneden. Het stinkt hier. Jij stinkt. Het dak kan eraf. Zal ik even... Nee, niet doen hoor. Nee. Ik ken mensen hier in deze buurt. Echt, dat moet je echt niet doen. Ja, Buma, ik zie je kijken. Maar ik heb eens even nagedacht vannacht. En nu ik van adel ben, wordt alles natuurlijk anders. Vanaf nu wordt alles anders. En er hoort ook een andere kledingstijl bij. En je moet ook zo denken, zo ben ik ook een beetje beschermd tegen de elementen. Want het kan behoorlijk spoken in Schotland, zoals je misschien weet. Volgens mij zit die platte pet iets te strak op je hoofd. Ja, joh, lach, joh. Ik heb een reisgidsje gekocht op de boot. En ik lees hier over allerlei lokale gebruiken waar jij geen weet van hebt. Dus als je nou geen flaten wil slaan met die mede-nerds van je... Lerds. Dan moet je maar achter mij aanrijden zo meteen.
Kijk, het spreekt natuurlijk voor zich dat op mijn landgoed straks een mooi huis komt, een zwembad. Maar ik ga ook mijn eigen groenten verbouwen. Vind ik hartstikke leuk. En het mooie is, deze Range Rover is voor al dat soort doeleinden hartstikke goed geschikt. Kijk, deze auto zag in 1970 het levenslicht als een soort, nou, laat ik zeggen, een heel luxe alternatief voor de nogal Spartaanse Defender. En in de loop der jaren is deze uitgegroeid tot, nou, jij mag wel zeggen, de benchmark onder de grote SUV's. Hè? Ja, eigenlijk heeft deze SUV geen concurrentie. Als zal Buma daar anders over denken in die Chinese Rolls-Royce van hem. Grappig dat Wisse begint over Rolls-Royce, want de hoofddesigner van Hongqi, die komt bij Rolls-Royce vandaan. En beide merken delen ook een rijke historie. Sterker nog, Hongqi is het oudste automerk uit China. Het viel alleen nog niet mee om er tot ongeveer midden jaren 90 eentje te pakken te krijgen, want een Hongqi die kocht je niet, die moest je gegund zijn. De fabrikant maakte eigenlijk uitsluitend auto's voor de top van de communistische partij. Tot 30 jaar geleden dan. En inmiddels is het 2022 en wagen ze zelfs de oversteek naar Europa. En dat doen ze met modellen met een stekker. Zo zien we dat hier natuurlijk graag. Maar de infrastructuur voor EV's is zelfs in Europa soms nog wel een dingetje. Hey Mercedes, navigeer naar Place Luigi Chinetti 9 in Le Mans. Kun je dat nog een keer zeggen? We hebben twee identieke auto's, ja. Limousines. Ja. De een op benzine, ja. De ander op stroom. Ja. Ze komen ook nog eens even ver. Mm-hmm. De vraag is dus, wie van ons gaat dat halen zonder te hoeven te stoppen om te tanken dan wel te laden? Ik ben nog nooit in de, nou wat zal het zijn, 22 jaar dat ik inmiddels met elektrische auto's op pad ben, ben ik nog nooit op één ladingstroom zo ver gekomen als met deze luxe Mercedes. Maar het wordt Parijs en zeker niet Le Mans. Sterker nog, ik heb al een laadpunt moeten invoeren in het navigatiesysteem. Dik 450 kilometer, toen was de koek echt op. 450 ja. kilometer? Ja. Dat is geen 732 kilometer. Nee, verre van. Ja. Maar wacht even hoor. Hoe staat het er bij jou voor? Zo? Ja, dat wou ik zeggen. Ik ga dat easy halen. Ik houd denk ik een kleine 200 kilometer over zoals het nu is. Zeg Wisse. Nee, ik heb hem niet gebruikt. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. Zoals ik het niet haal, zeg maar. Nou, dan vind je het vast zoals niet erg jij. Dat ik hem nu meeneem dan, hè? Nou, elektrische klep ook ja, altijd. Elektrische. Kijk jij maar of je hiermee ook weer thuis komt. Ja, dat gaat lukken. Ik ben helemaal positief, dat gaat lukken. Dankjewel. Een elektrische auto met een caravan erachter, hoe gaat dat? Ik ben trouwens wel laat, vriend. Omdat ik een aanhanger achter mijn auto heb, pannenkoek. Hey, Buma. Zo, ben je het afkoppelen? Nee. Nou, je bent toch net aangekomen, neem ik aan, of niet? Nee, ik ben alweer klaar, man. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou klaar zijn? Dat jij dit niet elke zomer doet. Nee, ik ben van ineens streep met de benzineauto naar de kan. Maar goed. Je stond namelijk aan de verkeerde snelheidpaal. Nee, dat is nog geen Ionity-paal. Ja, een 50 kilowatt Ionity-paal. Die anderen zijn allemaal 350 kilowatt. Dat heeft als gevolg dat ik in 10 minuten bij elkaar had waar jij 40 minuten over hebt gedaan. Oh. Je verwacht misschien dat je de helft van je actieradius kwijt bent als je eenmaal een aanhanger aankoppelt. Mm. Dat valt dus alles mee. Wat extra, of het nou gaat om het stroomverbruik of de kosten. Nou, het is natuurlijk logisch dat dat met elkaar in samenhang is. Ja. Wat ik wel heel vervelend vond, en dat is iets om je te bedenken. Laden is geen probleem, maar de meeste snelheidsstations, zeker in het buitenland, zijn van het type vakparkeren. Dus je kan niet je auto met de aanhanger erachter makkelijk bij de laadpaal kwijt. Maar ik moet je eigenlijk bekennen, dat kan ik nou wel doen dat Buma er niet bij is, maar het is niet alleen een heel imposant ding, maar hij is ook gewoon lichter dan deze Range Rover. Dat niet alleen, hij biedt ook nog een sloot meer vermogen en hij is aanzienlijk langer dan deze Range Rover. 5,20 meter en dan is hij 15 centimeter langer dan waar wij in zitten. Ja, dan ga je toch een beetje afvragen wat dan het imago van zo'n Range Rover waard is, hè? Want het prijsverschil is natuurlijk mega. En van dat prijsverschil kan ik bijvoorbeeld ook, ik noem maar een dwarsstraat, een helikopterplatform laten bouwen op mijn landgoed. Ja, zo is het ook. Gert's Range Rover kostte minstens €151.000. Dat is toevallig ook de uitvoering die onze bescheiden grootgrondbezitter mee de boot op heeft genomen.
De prijslijst van de Hongqi begint bij €83.500 voor de versie met een 84 kWh groot batterijpakket. Ik ben echter onderweg met 99 kWh aan accucellen, verpakt in het voorlopige topmodel dat €103.500 moet kosten. Ja, prima. Je hebt een elektrische auto. En nou zie je waarom je geen elektrische auto's mee moet nemen naar Schotland. Daar is dat land nog niet klaar voor. Maar ik vond het wel tof dat je even vertelde wat we gingen doen. Namelijk kleiduiven schieten en ik begrijp, ja, een lord moet dat natuurlijk kunnen. Ik moet zeggen, het gaat best lekker. 3, 2, 1. Point after, wee, nice. 551 pk en 750 Nm koppel. Terecht dat Wisse een tikkeltje geïntimideerd is door de Hongqi. Maar ik denk dat ik hem zo lang mogelijk ga proberen achter het stuur van de EHS9 vandaan te houden. Want op het eerste gezicht is er natuurlijk weinig om over te klagen. Het is een weelderig interieur met luxe stiknaden en wel 4 digitale schermen. Maar als je iets wilt bedienen op die schermen, dan kom je er al gauw achter dat de aanrakingen eigenlijk 9 van de 10 keer tot niets leiden. Je moet echt heel nadrukkelijk moet je dingen aanstippen en dan maar hopen dat de auto het oppakt. Sowieso beschikt de EHS9 over een enorm overbodige menustructuur. De buitenspiegels bijvoorbeeld, die moet ik in een menu verstellen. Er is dus geen traditionele bedieningsknop voor. En dan heb ik een apart menu voor de linkerspiegel en een apart menu voor de rechterspiegel. En zo werkt het ook met de stoel, ventilatie, verwarming, /massage. Er is een apart menu voor de linker en een apart menu voor de rechterstoel. Dat moet toch allemaal een stuk eenvoudiger kunnen. Spraakbediening zou daar bijvoorbeeld bij kunnen helpen, maar helaas, de Nederlandstalige versie moet nog worden geschreven. Commando's geven moet dus op zijn Engels. Nou, dat is fijn, zul je denken, dan kun je lekker oefenen, want je bent nu ook in een Engels sprekend land. Maar sinds ik voet aan wal heb gezet in Schotland, reageert de Hongqi niet meer op het spraakcommando. Hey Hongqi. Niets. Doodse stilte. Je ziet overigens wel op het scherm dat de auto iets probeert te doen, maar commando's geven komen niet aan en sowieso praat de auto ook niet meer terug. Wat ze normaal gesproken wel deed met een charmante vrouwenstem. En nog iets wat het niet meer doet sinds we in Schotland zijn. Apple CarPlay. De kabel zit erin. Ik krijg ook gewoon stroom op mijn telefoon. Maar het scherm wordt niet meer tevoorschijn getoverd. En dat is heel vervelend. Want ik moet nu dus navigeren op mijn mobiele telefoon. Terwijl ik nota bene 4 van die geweldige schermen in die auto heb. Ja, en tot slot, de afwerking van het interieur, die mist een bepaalde verfijning in vergelijking met Gert's Range Rover. Aan de andere kant, zo verfijnd zijn de Schotten zelf ook niet. Point. Shoot. Good. Wee. Now. Release a lot of tension. Yeah. Ik ben er. Ja, dit is me. Hi. It's the absent one. Yes. He doesn't need any introduction. This is Frank. he knows your name by now. Je kan nog één keer schieten, dan zit de tijd erop, vriend, met je laden. Ho. Oh. Dus alsjeblieft. Oké. Okay. Are you right or left-handed? Right-handed. I have to put them back in. Yes. And we shall give you safety goggles. Safety glasses. Bring it up at your shoulder. Bring your head on the stock. Cheek. No, cheek. That's better. Head down. Left eye shut. That's it. Now, finger on trigger. Ready? Yep. Now wait for the target to stall. Wait. Now. Whoa! That's fine. Kruising. Even richting aangeven. Ja, dat gaat niet.
Zo is hij stuk. Nee, het gaat fysiek niet. Oh ja, verdraaid. Wacht maar. Wacht, ik zal je even helpen. Ja, hij is vrij. Vrij je maar. 1. Schuif eens op, jongens. Nou, die 1,5 meter regel is afgeschaft. En we zitten ook gelijk weer boven elkaars lippen, Buma. Jongen. Sorry hoor. Wat? Nou, ik moet even in zijn heel ongemakkelijk dit. Oké, daar gaan we. Hoe dan ook. Het probleem met deze illustere auto's is niet zozeer wat ze te veel hadden of te weinig. Het betreft hun prijskaartje. Want de Matra was te duur voor zijn tijd, de Reliant was te duur voor zijn tijd. Ja. En ik vrees dat hetzelfde geldt voor deze 503 plus 1. Het gaat goed! En je moet vloeiend rijden, pa. Je moet toch die bocht een beetje aanvoelen? Ja, je voelt ook aan. Ik rij als een speer, jongen. Oh, door het gas! Mag dat niet? Want ik zie jullie ook wel eens dat je op een mooie dag gewoon stoeltjes uit de auto pakt om te laten zien hoe ruim de bagage is en vervolgens samen ga je op een stoel zitten en dan zitten daar Jut en Jul alsof je uit de Muppets bent gestapt. Die twee die daarboven in het balkon zitten, zitten ze namens de ANWB, hè Frank? Ja, zeg, nou. Als je dan in Nederland bent, kijk je dan nog wel eens naar autoprogramma's op televisie of op internet? Wij hebben hier dus geen contact met internet. Maar als we hier zijn, dan hebben wij allemaal hard drives mee. En dan, daar staan alle Top Gear afleveringen op. En dan, terwijl we in onze tent zitten met een kampvuurtje, dan kijken wij naar Top Gear. Wie heeft hem hier naartoe gereden, is de vraag. Daar zouden we het niet over hebben, toch, Huub? Als ik jou zo bekijk, ja, dan zou jij meer geschikt zijn voor de wide body. Je kunt er namelijk ook een wide body krijgen, wist je dat? Ja, dat zie je dat het met de parate kennis wel goed zit bij jou, Huub. Zeg, Wiese, ja. Elektrische auto's, hè? Ja. Die zijn Europees verplicht om een geluid te maken, omdat je ze anders niet hoort aankomen. Nee, hoe zit dat met fietsen? Ja, je hebt toch een bel. Ja, auto's hebben ook een toeter. Ja, daar heb je een punt. Maar we kunnen natuurlijk. Als ik zelf naar Berlijn ga, dan ga ik met de auto en dan doe ik hier in de stad alles met het OV. Dus ik dacht, misschien is het leuk als we een wedstrijdje doen. Oh, ik ben helemaal leuk man. Ja, dus we gaan met twee van die Opeltjes, waar is mijne trouwens? Nee. Gaan we door de stad heen als Mario Kart? Nee. Ik ga met de Opel. Jij gaat met het OV. Nee, nou nee. Jawel. Nee. Ik zie ze echt niet hoor. Volgens mij hebben we gewoon gewonnen. Ik hou van het openbaar vervoer. Geweldige oplossing. Ik zie hem niet hoor. Balen, ik dacht echt dat ik gewonnen had. Zie je dat zeg ik, die stinkdeken heeft zich verstopt, zit hij binnen. Je dacht dat je gewonnen had, hè? Ja, kunnen we niet. Ja, ik dacht dat ik gewonnen had, ja. Aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke fijn dat er nauwelijks regels gelden voor zo'n voertuig als dit. Aan de andere kant, je zit wel tussen het andere verkeer. En die hebben alleen die knoepert van een 45 km per uur sticker op mijn achteruit. Om zich ervan bewust te zijn dat ik veel langzamer rijd dan zij. Want 45 km per uur, dat is gewoon net 10 km te weinig. Zelfs in stadsverkeer. Oeh, daar loopt hij. Prima. Weet je wat ik eigenlijk concludeerde? Dat je, wat ik miste tussen al die stepjes en elektrische fietsen en scooters, jouw auto, die had er ook gewoon tussen moeten staan. Wie weet, Wisse, worden wij later ook nog eens geïnterviewd over dit programma, wanneer we oud en grijs zijn. Hoewel, jij bent eigenlijk al zover. Hahaha, elke keer weer, hè. Thank you.
leuk hè, dan ben je helemaal in Schotland om whisky te proeven. Kom je gewoon een Nederlander tegen. Michiel, wat zitten we hier eigenlijk te drinken? Wat proef ik hier? Dit is onze New Make Spirit. Dus dat is whisky voordat het whisky wordt. Zo komt het vandaag de dag uit de stil voordat het vat in gaat. En als het vat in gaat, dan rijpt het en dan wordt het nog beter. En het koekenhout heeft heel veel over de smaak weer. Sommige mensen vinden dit lekkerder, sommige mensen vinden een bourbon cask lekker. Oh, dat is ook lekker hoor. Maar dit is mijn favoriet. En die is maar 3,5 jaar jong. Dus zo jong als je maar kan met whisky. Maar hij is al heel goed te drinken. Ja. Dit is dus een whisky die gerijpt is op een sherryvat uit Spanje. Een sherrykast? Het whisky zit toch altijd in een ketel? Hallo. Hallo. Ik ben een beetje laat. Is dit de manier die altijd te laat komt? Ja, dit is... Altijd. Excuses. Toevallig. Maar dan ben je weer te laat. Ja man, dat laden, het is echt vreselijk. Ik heb een beetje het gevoel dat ik terug ben in 2010 met die auto. Het is echt een ramp. Ik moest vanmiddag in Edinburgh, moest ik dwars door de stad, anders zou ik het überhaupt niet halen. Ja, dan zegt hij tegen mij, rij maar achter me aan. Nou, gelukkig heb je me wel verteld waar we naartoe moesten, dus ik ben maar vast begonnen. We hebben nog tijd voor één glaasje. Eén? En dan is het klaar, want we moeten door. Oh, welke vond jij het lekkerst? Nou, die middelste is echt niet te versmaden. Bourbon cask, 3,5 jaar jong. Oeh, goed. Ja, dat lijkt goed, hè? Maar ik laat jullie alleen. Hou alsjeblieft op overladen. Cheers, mate. Dit is echt lekker. Dit is echt lekker, dit. Ik kan nou wel even zeggen, omdat Michiel weg is. Maar over whisky hoef je mij natuurlijk helemaal niks te vertellen, hè? Wist jij dat de Arabieren ooit de destilleren hebben bedacht? Nou, ik weet wel dat er bijna niks meer in jouw glaasje zit. Het is een proeverij, hè? Geen happy hour. Toen hebben de missionarissen... hebben dat destillatieproces meegenomen naar Schotland. Nou, hek van de dam. Iedereen begon die whisky te maken. Er zijn hier geloof ik wel 200 destilleerders bij elkaar hier in 5 regio's of zo hier. Ja, klopt. En er komen nog ieder jaar destilleerderijen bij. Kings Barnes is een van de jongste, kleine 10 jaar geleden begonnen. En dit jaar, 2022, zijn ze door een wereldwijde jury onderscheiden voor 2 van hun single malt whiskies. Jij was toch ook lid van een wereldwijde jury? Ik zit in een Europese jury, oh, ja. Lisse. Oh, ja. Maar afgelopen jaar heb ik voor het eerst mee mogen stemmen voor de auto van het jaar verkiezing. En dat is uiteindelijk de Kia EV6 geworden, laten we wel wezen. Er zijn rottere auto's om je loopbaan als jurylid mee af te trappen. Absoluut een van mijn hoogtepunten van het jaar. Wat waren eigenlijk die van jou? Nou, dat ik dit jaar... Ik heb helemaal geen ongelukken gemaakt dit jaar. Wat dacht je daarvan? Nou, hoe bedoel je? Vlieland. Vlieland hebben we gefietst, dus. Oh ja. Ja, toen ben ik over een dissel gevallen van een aanhangwagen waar die fietsen in stonden. Want we hebben natuurlijk alles gefietst, want dat kan Buma helemaal niet. Ja. Nou, we hebben. Oh, zo. Ik kom wel even binnen. Dus waar had ik het gedaan? Nee, ja, maar toen viel ik. Ik stapte over die dissel heen en toen viel ik op de ribben die ik eerder had gebroken vanwege mijn auto-ongeluk. En die nog niet helemaal geheeld waren. En die heb ik toen. Opnieuw gebroken, ja. Daar hebben we helaas dan geen beelden van. Nee, gelukkig niet, zeg. Ik heb natuurlijk ook wel in leuke auto's gereden en geen ongeluk gemaakt. Bijvoorbeeld met de... Dit spul begint echt te werken. Met de Mazda CX-60. Fantastische auto. Die is me echt bijgebleven. Vind ik een goed ding. En natuurlijk de geweldige VW ID. Buzz. Oh, geweldig. Ja, geweldig, die ja. Duitsers hebben zich 10 jaar lang blind gestaard op het uiterlijk van die bus. En toen zijn ze voor het gemak even vergeten dat er aan de binnenkant ook nog het een en ander moest gebeuren. Ja, en al die kritische journalisten die roepen dit omdat het zo makkelijk roepen is. Maar die lopen er allemaal, zitten ze ernaast. Om te beginnen is dit een design statement, deze auto. Zoals de Mini ook een design statement was en is. En ook onpraktisch is. Maar gaat als warme broodjes over de toonbank. En dan nog wat. Noem maar één busje met een dubbele laadvloer. Dat is het niet. En als je geen dubbele laag voert, kan ook, koop je die cargo. Hallo. Nou, gelukkig waren er ook een aantal auto's dit jaar waar we het wel over eens waren. En die behandelden we dan in een nieuw seizoen Sterren onder het Doek. Ja, ja, want dat wou ik nog zeggen. Ja, die VW ID Bus, dat wordt een klassieker, want ik weet waar je naartoe wilt. En dat moet ik je wel nageven. Hij had voor mij een klassieker klaargezet. Niet normaal. Die Cadillac. Mwah. Kijk, de drank begint te werken. Zie je het? Jij? Ja, in dat opzicht wil ik dan nog even de Lamborghini Countach noemen. Countach, Lamborghini, spaghetti, moet ik het nog allemaal weer... Goed. Ze zeggen wel eens dat je je jeugdhelden niet ontmoeten, maar in dit geval ben ik blij dat ik de kans heb gekregen. Het was een brute ervaring, maar wel eentje
die mij lang bij zal blijven. En ik was heel blij dat ik de openbare weg met de auto op mocht en dat het in en uit de filmstudio rijden door de eigenaar werd gedaan. Want dat was geen sinecure, kijk maar. Goed zo, jongen. Je laat eindelijk een beetje je hart spreken. Dat is goed. Ja, nou, ik heb nog wel een paar rationele keuzes. Oh. Ik vond bijvoorbeeld de nieuwe Honda Civic een hele fijne hybride. En wat dacht je van de Dacia Jogger? Zoveel zitplaatsen voor zo weinig geld. En dan ziet hij er ook nog eens hartstikke leuk uit. Ja, maar niemand heeft naar die auto gekeken. Ze hebben allemaal naar jou gekeken. En dat verschrikkelijke trainingspak. Kijk je nou maar uit dat je van het lachen niet opnieuw je ribben breekt. Proost, jongens. Het is echt goed spul, dit jongens, hé. Hè? Zo, Boeima. Missen? Ja, wat is er? Hier. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ja, ik mag toch niet meer rijden, man. Ik heb... was best lekker, toch? Hé. Hey. Wat een wil, jongen. Zie ik nou? Je hebt gewoon twee zitrijden hier achter nog. Ja. Ik wil helemaal achterin zitten. Nee, dat gaat niet. Dat gaat echt wel. Nee, dat gaat niet. Hoezo gaat dat niet? Nou, probeer maar. Oh nee, dat, wacht even. Als ik nou... Dit moet toch gewoon... Oh, dat gaat ook lekker snel, ja, vriend. La 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 la. Ja, precies. Pauzemuziekje. Ja, dit... En nu ja, gaat het niet. Dat zei ik al. Maar wat stom dit. En... Nou, maar wat ik net deed, dat moet dan toch wel kunnen, weet je. Kijk, wacht even hoor. Zo. Dan ga ik hier zo... Ja, dat... Ja. Nou, laat maar zitten, we hebben er geen zin in. Ja, jij zou dat eventueel nog kunnen, maar ik kom dus onmogelijk op die derde zitrij. Zo. En normaal gesproken zeggen we dat de beenruimte alleen geschikt is voor kinderen. Hier geldt het dus voor de complete instap. Maar als je wilt dat ik Bob, waarom mag ik dan niet even met die Range Rover rijden? Ja, dat heb ik nog helemaal niet meer gereden. Die Range Rover, die ken ik toch al. Hè? Dat trouwens, die kent hij toch al. Ja, maar het is trouwens een hele eenvoudige versie. En die rollen? Die ben ik mee bezig. Het is trouwens een hele eenvoudige versie, die Range Rover. Een hele eenvoudige versie, zegt hij dan. Ja, hij is wat wel kost ruim. Dat ding wel niet? Nee, ja, kijk, hij is wel ruim. Maar je kan versies krijgen met hotstone massage stoelen bijvoorbeeld. Dat zit er allemaal niet in. Dit is een eenvoudige versie, kost nou, kleine anderhalf ton. Op zo'n SV, waar je al die dingen op kan krijgen, ga je al over, ruim over de 211, geloof ik. Oh, dus ja, dan vind je toch iets te gortig, begrijp ik. Nou ja, weet je, je kent mij, ik ben bescheiden. maar weet je wat je trouwens ook kan krijgen op die Range Rover? Dat is een beetje de enige auto die een achterklep heeft die in twee open gaat, hè? Onderkantje, bovenkantje. Op dat onderkantje kan je kussens kopen, kan je er gewoon bij krijgen en dan zitten de bekerhouders, dan kan je lekker je glaasje whisky neerzetten. Die ik overigens ook wel zou willen hebben, maar goed. En die bovenkant die gaat dan open en er hangen dan twee speakers in. En dan kan je bijvoorbeeld, weet ik veel, naar polo kijken of zo. Of noem maar wat. En dan zit je heerlijk comfortabel op die achterklep. Kijk, dat is nou comfort. En ik moet je zeggen, ik vind dit... Hey, heb je trouwens elektrische stoel? Oh ja. Oh, dat is wel mooi zeg. En je rugleun gaat ook elektrisch. Ik vind die kussentjes... Die kussentjes zijn eigenlijk ook wel lekker. Hey, ja, hè? Die kussentjes zijn fijn. Ja, en massages, zit dat hier ook in dan? Nee, dat zit alleen voor je. Oh, maar dan wil ik even naar voren. Ja, hou eens op, we zijn aan het rijden, gek. Ja, maar dit is toch... En we zijn ook bijna bij het hotel, het is maar een klein stukje. Zeg maar, hoe kom jij nou morgen aan je eigen auto? Hoe kom ik morgen aan mijn eigen auto? Ja. Ja, want jij wilde toch graag in die race overrijden? Nou, haal jij hem even voor me op. Dat is top van je, vind het tof van je. Hartstikke leuk. Hé.